Kastelhoven samen. Van Oet de Bosstraat in Zwamen. Hier zijn vergelijnd door veel werwarmen zoals hier geleid. Hier zal de nieuwe prins van de fopmutsen wonen. Hossa, goed gemet. Hossa, draai je met de futje. Ai, dat is jovel. Ai, ai, dat is jovel. Wat lekker, wat lekker. Zie je het goed ook? Draai je met de futje. Ai, dat is jovel. Ai, ai, dat is jovel. Daar komt Pastoor samen. Hoor maar, dit boxen die aan. Filmen, seks. Seks. Rocks of rock and roll. Goedenavond. Dat is dat. Pastoor samen. Pastoor samen. Is je stoel nog goed? Ja, dat is het. Dat is het. Ja? Ja. Het is de Black Prince. Right, alle. Top. Pastoor samen, nieuwe prins bieden van Kutsen. Ja, klopt. 17 december hebben ze me gevraagd om prins te worden en ik heb eigenlijk geen minuut over na te denken. Ja, dus wat is nou hier aan? Dus dat is goed gespeeld. Ja, ja. Dat ja, financiën of. Ja, dat mag ik niet doen. Ik is ook plezier hebben gespaard. Plezier heb je altijd. Ik kan zich even voorstellen dat de kiekers van DVL hun dat zeggen ik bus. Dat is ik ben Anders Anders, 38 jaar, woon samen met Sophia 70. Op twee kinderen. Sophia had ook een zoon. Mijn dochter is verdankt, toen was ik jarig, proficiat nog gehad. Ja, ik woon al mijn hele leven in Zwamen. Ja, en de geest dadelijk als zingen dorstlust te voegen voor de fopmutsen, wie geest heet dan? Als André de Tweede. André de Tweede heeft ook een paar adjudanten te nemen gaan. Ja, dat is een kameraad van mij, dat is Roel Geuje. Daar heb ik al 10 jaar een weddenschap aan het einde van ons ooit prins zou worden, dan werd dan een adjudant. Ja, dit jaar is het zover. Dit van de fopmutsen is Frans Hoense. Dat is ook af en toe een collega van mij. En ja, die heb ik gekozen om ook adjudant te worden. Ja, dat heb je goed gedaan, want dan hebben ze tenminste 2 maten. Ja, daarom. En ik hoorde het leven. Dat is de spreuk van heet met maten. Wie is de spreuk eigenlijk van ik mogen het alvast weten? Ja, zeker. Dat is niet slopen, loeken open. Eén keer in Zwamen. In Zwamen maar één keer, jong. Ja, ja. Overal bij alle vastelovensverenigingen in crisis ook in Zwamen. Ja, denk ik. Oh, zullen we nog een keer op? Dat is niet slopen, loeken open. Eén keer. Eén keer in Zwamen, dus een crisis. Dat is niks aan te doen, ook bij de vastelovensvereniging van de Vopmutsen. Crisis, één keer de spreuk. Wat zag je hier maar aan? Niet slopen, loeken open. Kijk. Vastelovens samen, is toch bij... Robert Jansen van de Vopmutsen. En voor vandaag was de 14e prins geroepen. De 14e al? Ja. Wie gaat je dat doen? Wie heb je dat dus voorgesteld? Voor gewoon door een klein showtje van mij. Normaal deed er een film. Dit jaar doen we dat iets anders. Er werd een klein showtje opgevuurd en dan komt van achteruit werd André naar voren gebracht en in de kist werd hij dan op een als prins geroepen. Ja, een showtje, daar kunnen ze zich van alles bij voorstellen. Als ik dus de Rijksweg heb gewoon dus achter hem in, dan hebben ze de zangershowtjes, maar wat voor showtje heb je hierin gedacht? Wim zei dat een ander showtje is. Jongens, het geeft een goeie kantje op. De volkant zegt een goeie. En toen hebben ze het helemaal alleen bedacht? Nee, we zijn met een comité van 6-7 man. We hebben dat dit jaar in één gezet en ja, we gaan dan zo'n feest maken dadelijk. En het is nog altijd geheim? Ja, nog steeds. Ja? Ja, wat is je zin wie er hier de werk kort voor hebben voor 5 mannen gezegd, zelfs Columbo om hier te komen. Ja, dat, zo moet dat ook. Dat moet geheim blijven allemaal. Ik zal zeker een schone vaste lopen. Dank je. Onze nieuwe prins op prinses. De nieuwe van de fopmutsen, Loes de Groot. We hebben hem 1 keer als naam in de vereniging gehad. En als je een beetje goed nodig. De nieuwe van de fopmutsen. Kom hier zo gebeuren zien. En ik zei het al, Brian, een keer in de vereniging. Hij is voor u. Hij is voor u. Maak open. Prinses, prins, prinses, prins, André. Ja.
bent André de Tweede. Hey, en hij komt met de steek en de scepter. En zo wie je ook hoort, zit de adjudant de steek dan op. En de scepter. Hij zit die lampen zoet, mannen! Godverdomme! En de hele proclamatie uit Rome, mannen. Ja, nee, die gaan we nu niet veel lezen. We hebben nog een tweede adjudant. En hij is wel uit de vereniging, uit de vereniging. Kom maar binnen. De tweede adjudant, Roel Geuyen. En we weten zeker dat met deze adjudant, Prins André altijd nou, rond 7 uur augustus morgens toestemt. Dan maak ik net uw zater en zijn broer Boortspaard, want die zit om 6 uur, om meneer Moes. Dat verheugt hem het vastgenomen. André, ik wil geld. Deze mag even eerst een woord geven weer wat ze zelf hebben gedaan, hè, toch? Dit is André de Tweede! Hoe lang het allemaal? Ja, ik ben al een paar weken bezig met een paar dingen te regelen. Ja, als je dan te moest regelen. Moest regelen dat ik met drinken is als je jongens op de zee komen. En één ding wat ik heb geregeld samen met mijn adjudant is dat we een eigen liedje hebben gemaakt. En ik hoop gewoon om dat even allemaal met ons zingen die we aan de vrije hebben. Huh? Laat zien, laat die maar even door. Jongens, dat is in de zoon, die is onverwachts binnengekomen. Heel lief. Ja, die vind ik natuurlijk ook geweldig. Ja, is even een emotioneel moment. Ja. Oh, dat hoort erbij. Jij die dan maar in, want we moeten weer. Maar we zijn al 10 of zo geweest. Oké, die werden al opgevangen. André. Je moest nog even iets vertellen. Ja, wacht ik, ja. Kijk die jongen. Waar ik mee ben. Ja, dat is het echt weer. Zingen! Ja, oh ja, we gaan een liedje zingen. Ja, we gaan zingen, ja. Nou, Marissa zou zeggen van start de bank. Zit er lang! We gaan weer even te blijven. Oké, allemaal weg zingen. Wie een drame, ben ik nog best geworden. Wie die muts zegt. Alle mond had geschoren, doe lekker springen, de loeken bleven open. Die adjudante, die gaat nog lang niet stoppen. In de schoenen, dat zijn we gebouwen. Wie die mutsen, weer een jonge koren. De vaste loven, in ons eigen zwemmen. We kennen vieren, ze doen we alles aan. Die kom ik zeker weten, we gaan nog lang niet stoppen. Die kom ik zeker weten, dat zijn die. Oh ja, zoals eerder geprint, heb ik over de spreuk. Met een klein beetje betrekking op uw werk. Dat is niet slopen, loeken open. Voilà. Stel de gesfeur. Ik ben Anders Sampers, 38 jaar, bijna 39. Ik werk bij Doense Rollek en Zonweringen.nl. Ja, ik woon al mijn hele leven in Zwamen. Ik ben samenwonen met Sofia 70. Ik heb 2 kinderen, Jan en Rafke. Sofie ook nog in de zoon, Jan. En mijn adjudant ook al voorstellen, mocht dat. Adjudant is ten eerste een goede kameraad voor mij. Dat is Roel Geuyen. Dat heb je aangeschrokken al 10 jaar lang van als ooit een prins werd en werd hanger had je dan. De hanger is de trainer van de vereniging. Dit is Frans Zoense.
En zijn dochter is ook een keer prinses geweest bij deze club. Ja, en ja, verder dus, maken we er zo'n feest van. Oké, okay, ja, en ja, wie vond ze het om eindelijk aan de mensen van Zwaren, zeg maar, bekend te maken bij de nieuwe prinses? Ja, daar heb ze gelegen, eindelijk, ja. Want ik heb 7 weken moeten wachten, dat is relatief nog weinig. Ik heb gehoord dat andere prinsen vaak een half jaar moeten wachten, maar dat ga ik dus nooit voor gaan. Ja, maar nu uiteindelijk er is, ben ik blij dat het zo weer is. Oké, okay. En dan mogen we die slogan aan nog huren? Ja, dat is zeker. Dat is niet slapen, loeken open. Oké, okay, dankjewel. En een schone wasloven. Dat komt helemaal goed. Dan heb ik ook nog een vraag. En ook, ja, wie vind je dat je adjudant zit geworden? Ja, geweldig. Wat André al zei, we hebben ooit een keer die aanspraak gemaakt. En nu is het eindelijk zover dat we samen los mogen gaan. Dus ja, beter geen het. We hebben een schone vriendengroep met een man of 16. Die hebben we straks erop hier betrokken. En nu kan het feest helemaal losgaan. Oké, okay, dankjewel. Dan ga je ook alvast een schone wasloven. Ja, en wie vind je het, dat je mee adjudant zit geworden? Ja goed, ik heb al een keer met dat bieltje gehakt natuurlijk. Ook een vriend is 8 jaar geleden is dat ook prins geworden. En ja, sindsdien zit ik bij de vereniging in het bestuur. En ja, iedere keer is het natuurlijk een uniek moment als de nieuwe komt. En in dit geval, dat is onder een collega van mij, goeie dukker met werk. En ja, dat maakt het helemaal compleet. Dus we maken absoluut een hele serieuze carnaval. Oké, okay, dan wens ik jullie alle drie een hele schone vastelovend. Hola.